reis. There she is. Wat een verschil ook, hè? Jildau, hoe kan dit? Zo'n grote koffer. Nou, op naar de bus. Wij hebben een pauze. Ergens in Duitsland. Duitsland? Kun jij maar elastiekje doen? België. Nou, Jill. Bloedheet. Heel heet, hè? Wat gaan we eten? Drinken. IJsje. Oh ja. We staan dus ergens in België. Nee, Frankrijk, ja. Oh, ik denk dat het best wel snel gaat. We gaan even pauze houden voor bijna een uurtje. Dat is ook wel nodig, want we zitten al sinds 4 uur vannacht in de bus en het is 30:30. Ja? Oh. Wij zijn aangekomen bij ons hotel. Het is 9 uur. Mijn hemel. En we zijn al voor 2 uur wakker. Oh. Nou, Jolle met een grote koffer. Nou, ik ben heel benieuwd. Het zag er wel echt super leuk uit. Nou.
even door. Oh, wat leuk. Een bedje. Wat ligt erop? Nou, flyers. En ook uitzicht. McDonald's zeker. Oh, we zien dat op het terras uit. Ja. TV'tje. Spiegel. Oh, wat een leuke badkamer. Ja. Nou, douchen. Eens douchen. Ik zie er weer uit. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Op naar een nieuwe dag. Kun je zelf zien. We gaan zo lekker ontbijten en dan gaan wij naar, waar beginnen we ook weer? Opera. Naar opera en dan gaan we een soort stadstoer doen. En dan gaan we naar de Eiffeltoren. Dus Jill en ik zijn een beetje gekleed op de Eiffeltoren foto. Romantische, weet ik veel. Dus ik heb een leuk jurkje aangetrokken. En Jill daar ook. Een leuk jurkje aan. Ze heeft even alles op het ontbijt. Hildo heeft ook lekker pannenkoekje, chocoladebroodje. Heet smakelijk. Wij zijn in het opera. Eens kijken hoe mooi. Loopt die Hilda weer altijd van poe. Mijn rok is wel een beetje kort voor dit. Oh, wauw, dit is mooi. Allemaal mensen natuurlijk. Die op de foto's willen. En wat altijd zo opvalt, is... Er zijn zoveel Aziaten. Echt heel veel Aziaten. Nou, we zijn er bij de Eiffeltoren. Ik kijk lekker weer tegen de zon in. Volgens mij de hele vlog al lang, maar goed. Thank you.
mijn lieve buurjongetje Jurre. Oh, ik wou net gaan vertellen dat het Louvre is uitverkocht. Oh nee, ze laat de tickets zien. Oh, ja. Jij zei toch dat het gratis was? Ja, dat stond op dat ding van prijsinformatie. Oh. Tot 25. Tot en met 25, ja. Nou, misschien kunnen we even kijken of er tickets zijn voor morgen, want morgen hebben we ook weer de dag. Maar goed, dan gaan we nog even genieten van dit mooie uitzicht. Dan gaan we nog even... Even ergens zitten. Mijn flapje waait de hele tijd. Hallo! Wij zijn bij Versailles aangekomen. Dus Jilda en ik waren zo leuk bezig met allemaal foto's maken. Kwamen we erachter dat dat echt een mini stukje van de hele tuin was. Dus nu moeten we doorlopen omdat we anders de hele tuin niet meer kunnen zien. Want we hebben nog maar een uur en we zijn net begonnen.
een shock binnengehaald nadat we vanmorgen bij Versailles waren geweest. Dus het laat jullie even zien wat we hebben gekocht. Ik heb namelijk een hele leuke blok gekocht bij Pimki. Pimki. Het is een hele leuke winkel. Jilde heeft er ook wat bij gekocht. Morgen even aan, zoals ik al zei. Dan hebben Jilde en ik beide beachflower spray gekocht bij Toyota Secrets. Het is echt heel lekker, ruikt deze. Bij hetzelfde en bij Sephora. Zeg ik dat goed? Sephora. We hebben beide een paletje gekocht. Dus ik draag echt nooit oogschaduw. Maar ik heb hele leuke kleurtjes. Het is allemaal een beetje naturel. Ik zou jullie nog even de rok laten zien die ik gisteren heb gekocht. En Jilde heeft een jurkje ook aan. Naar de eerste beste winkel naar binnen de stad. En de eerste beste winkel tussen de kont. Wel super leuk, maar ik zie nu veel leukere tasjes. Ik ben niet zo gek op macarons, maar ik wil toch even proberen of de Parijse, de Franse macarons wat lekkerder zijn. Ik heb de chocolade en Jilda heeft de aardbei smaak. Nou Jil, laten we maar eens proeven. Die van mij smaakt echt dan brownie. Echte brownie. Deze vind ik wel echt heel lekker. Voor jou lijkt wel een beetje jam ertussen zitten zo. Lekker.